gaan zo naar het WTC voor de persconferentie over de corrupte rechters. Maar nu hier bij de aftrap van de campaign een paar dingen benadrukken. Eén is dat we nu hier zijn om te gaan samenwerken. We gaan met alle websites gaan we dus een front maken, omdat we dezelfde strijd strijden. We moeten een webshop gaan opzetten met goodies, t-shirts gaan we maken, petjes om geld binnen te halen. We gaan allemaal coördineren. We maken er een breed front van om te strijden tegen met name het monster van justitie onder Joris Demming. Want één grote corrupte criminele bende is, wordt steeds duidelijker. De waarheid is niet meer te ontkennen door niemand niet. Justitie is een criminele bende. Elke dag blijkt het weer. Gisteren weer bij de Hoge Raad dossiers weggehaald. Het is allemaal set-up, allemaal doorgestoken kaart, allemaal chantage. En dat gaan wij dus doorprikken, aan de kaak stellen en gaan wij een einde aanmaken. En dadelijk worden de namen onthuld van 12 rechters die 100% zeker corrupt zijn, crimineel zijn. Die moeten worden vervolgd door het OM, maar door het OM van Joris Demming. In de tussentijd, we zijn er nu met een behoorlijk grote groep. Het gaat steeds beter, we zijn niet meer te stoppen. Er komen dus stortingen binnen, elke dag meer. Ik heb hier een heel pakketje bijna van onze rekening van de stichting. Echt, het is ongelooflijk. Mensen beginnen de weg te vinden. We worden financieel onafhankelijk. We kunnen ons ding doen. We kunnen net als Alex Jones in Amerika een eigen studio gaan bouwen. We kunnen gaan uitzenden. We kunnen gewoon echt groot worden. Want de huidige media, jongens, we weten allemaal, zijn ook criminelen. Hè? Die willens en wetens leugens verspreiden. Het wordt elke dag duidelijker. Het vaccinatiegebeuren, we krijgen gelijk. We krijgen op alle punten krijgen we gelijk. Er komt een onderzoek naar Freek Aagorns. Zoveel jaar na dato. Een onafhankelijk onderzoek. Het gebeurt allemaal. Er komt een global currency. Het staat vast. Het is allemaal bekend in die open. Dat gebeurt dus gewoon allemaal. En wij pikken het niet langer. We gaan nu naar het WTC om daar rustig naar de feiten te kijken. Ook heel belangrijk. Ik blijf een journalist. Feiten zijn feiten. Maar hier zijn we nu even om de actie te beginnen. En we gaan een grote toekomst tegemoet met z'n allen. En onze drive against the new world order. Onze vijanden zijn de mainstream media, de gevestigde politiek, de huidige rechtsstaat, die geen rechtsstaat is, maar een pedo-staat. En natuurlijk het misdadige Huis van Oranje, Bilderberg en aanverwante groeperingen. We gaan nu naar het WTC. En we zijn met zoveel mensen dat ik bang ben dat we niet eens in de gehuurde ruimte kunnen. Dus sommige mensen zullen moeten staan. Maar goed, dat zullen jullie er graag voor over hebben, durf ik te zeggen. Oké, we gaan. Deze acties om aan te tonen dat Westerberg eigenlijk een incident, geen incident is, maar dat de hele Nederlandse rechtspraak top-down, zowel zittende magistratuur als Openbaar Ministerie, totaal verziekt is en één grote smerige corrupte criminele bende is, wat natuurlijk onverlet laat dat er in de arrondissementen ongetwijfeld ook officieren zijn en rechters die goed werk verrichten. Tuurlijk zijn die er, dat heb je altijd. Maar mijn punt is dat top-down, dus bij de organisatie, bij alles wat in Den Haag zit, daar zit de rotting van de appel, daar zit Joris Demming, daar zit de kern van het criminele, pedofiele kindersverkrachtingsnetwerk. Kan ik rustig zeggen zonder bang te zijn te worden aangeklaagd voor smaad. Het staat namelijk allemaal vast. Er is geen twijfel over mogelijk. Het enige wat er moet gebeuren is dat er mensen zijn, media, die deze waarheid willen verbrengen. En het feit dat ik dit nou al 4 jaar roep zonder ook maar ooit voor de rechter gesleept te zijn zonder zelf ooit maar een reactie te hebben gekregen van iemand als Demming. Dat zegt alles. Sterker nog, het enige moment, dat weten de volgers van de site, dat ik Demming heb geconfronteerd. Wat deed hij toen? Toen rende hij als een laffe wezel in zijn auto weg. Zei geen woord en ging achter de Telegraaf zitten met zijn dikke kop. Hè? Bedoel, als je onschuldig bent, kom op. Je hoeft geen afgeleerd psycholoog te zijn om te weten dat dit gedrag alleen maar hoort bij iemand die van top tot teen crimineel is. Van top tot teen schuldig is. Anders zeg je in ieder geval van, hè, het is niet waar. Hij heeft nooit een woord gezegd, is al nooit naar gevraagd, is nooit naar buiten getreden. Zelfs de justitiewoordvoerders
die weigeren hier iets over te zeggen. Terwijl er 10.000 boeken zijn verspreid in Nederland. He, 350 pagina's bewijs dat deze man, de hoogste van justitie, de meest weerzinwekkende delicten pleegt die er bestaan. Allemaal vast. Maar goed, dit alleen om aan te geven dat als organisatie natuurlijk geleid wordt door dit soort mensen, dat je automatisch krijgt, ja, iedereen gaat het gedrag van zijn baas nadoen, dat natuurlijk lagere organisatie ook criminelen zitten. Sterker nog, het staat vast, is ook allemaal beschreven door bronnen bij justitie zelf nota bene, dat Demmink zich heeft omringd met een homo-coterie, een homo-maffia van gelijkgestemden die overal neerzet op alle plekjes, om natuurlijk elkaar mee te trekken in het kwaad, zodat ze natuurlijk elkaar kunnen chanteren. Dat is allemaal uitgebreid beschreven. Dus en wat daar het gevolg van is, dat gaan we dus nu zien met de 12 rechters. En ik zou even misschien zo aardig even zeggen welke delicten we nu gaan meemaken van deze rechters, die dus geacht worden om op onze kosten, let wel, op onze kosten. Wij betalen die mensen. Daar word je helemaal gek van als je dat denkt. Wij betalen die mensen, godverdomme. Deze delicten zijn gepleegd. Ambtelijk machtsmisbruik, dat is 1. Sabotage van de rechtsgang. Is 2. Medeplichtigheid aan moord. Staat vast. Is 3. Valsheid in geschriften. Is 4. Kindermisbruik. 5. Strafbare belangenverstrengeling. 6. Rechtsweigering. 7. En al deze delicten gaan we nu dus uitwerken aan de hand van deze 12 concrete casussen. En de eerste casus is gelijk een van de belangrijkste rechters van Nederland. Ik heb ook niet de eerste, de beste. Ik ben niet geïnteresseerd in... Klein boefjes. Ik ben niet geïnteresseerd in een frauderend kantonrechter in Roermond. Nee, we gaan toe voor het grote werk. De president van de rechtbank Amsterdam, mevrouw Carla Eradus, hoort in deze rij thuis, is crimineel. Ik zal ook uitleggen waarom. In februari 2002, toen zij nog president was van het Hof in Leeuwarden, is er een brief naar buiten gesmokkeld, ondertekend door 14 rechters van dat hof, raadsheren, die een soort noodklok luiden over het feit dat hun president, deze mevrouw Eradus, eigenlijk totaal corrupt was. Dat hij alleen maar vriendjes benoemde op topposities, zo erg zelfs dat ze schreven, de geloofwaardigheid van het hof staat op het spel. Pers, doe er wat aan. De echtheid van die brief staat vast, is bevestigd door een van de raadsheren, maar de media wil er niet over schrijven, alleen Trouw heeft er een stukje aan gewijd. En nu krijgen we echt het allerergste, dat deze mevrouw dus in Leeuwarden corrupt was en vast, tot daaraan toe. Maar wie schetst de verbazing dat zij kort daarop wordt benoemd als president van Amsterdam? Kijk, en dan zitten we in de kern van wat er mis is in Nederland, in de rechtsstaat. Altijd weer blijkt dat hoe fouter de rechter, hoe hoger die stijgt. In godsnaam, fles de zaak, wees corrupt, dan word je bevorderd en tot ministerschap aan toe. Nou, toen bleek dus ook nog dat deze mevrouw Eradus de enige rechter was uit geschiedenis ooit die door de Hoge Raad, door de zogeheten Ombudskamer van de Hoge Raad, dat is een speciale kamer, die gaat over rechters, die foute dingen doen, die komt bijna nooit bij elkaar. Want in Nederland gebeurt het niet zo vaak, maar in dit geval wel, want deze mevrouw Eradus had het zo erg gemaakt dat zelf is veroordeeld door die Ombudskamer. Wegens het nodeloos toebrengen van leed aan de procespartij. En deze mevrouw wordt het president Amsterdam. Het is ongelooflijk. Dit is tot 2 keer toe in het blad HP De Tijd ook weer uitgebreid beschreven. Met een coververhaal, nota bene, eraan toe. Er is geen enkele reactie gekomen uit Den Haag. Geen enkele reactie. Dus op de dag van vandaag is niet op deze zaak gereageerd. Nou, dit was dus in 2004. En toen dacht ik van, wat leven we voor land? Dat er geen reactie voor, dat iedereen dit mens zomaar laat zitten. Nou, er zijn in Amsterdam daarna ook hele vervelende dingen gebeurd. Heel veel gevallen geweest van belangenverstrengeling. De meest absurde toestand op de Amsterdamse rechtbank. En helemaal bizar is dat deze mevrouw Eradus dus nooit in de media het woord voert. Hè? Haar voorgangers, zoals Asscher en Giesholf, wel bekend, die werden regelmatig voor de tv gesleurd als er weer eens iets verteld moest worden. Maar deze Eradus is dus zo beschadigd dat niemand haar naam niet eens kent. Dat is dus het gevolg van de corruptie, van de corrupte rechtspraak. Die mevrouw die leeft echt in de schaduw, in de grond. Met haar corrupte hoofd kruipt ze van de werk naar huis.
wordt nooit geïnterviewd. Hè? Want nee, want dan denkt iedereen van, oh, als wij interviewen, hè, denkt iedereen dan. Nou, dan moeten ze misschien ook aandacht besteden aan het feit dat ze corrupt is. Dat willen we niet, dus doen we maar niks. Het is ongelooflijk, mensen, maar zo werkt de Nederlandse media. De onderstaande is een link waarin dus dit allemaal wordt toegelicht. Dan kan je ook haar foto zien, ik geloof hoe ze eruit ziet. Even kijken. Dat werkt. Even kijken, ik heb het namelijk allemaal zelf uitgebreid beschreven toen van begin af aan. Dus deze affaire. Maar nee, hier zit nog geen plaatje bij. Maar goed. Even Google. Ja, op Google zijn er zeker foto's van haar te zien. Er is ook één keer een interviewtje met haar gepubliceerd, heel kort in het Parool, waarin ze zei dat, dat haar man goed kan duiken ofzo. Ja, dat is dit stuk inderdaad. En dit is dus de bewuste corrupte president van Amsterdam. Dus dat is nummer 1 van de lijst. De tweede corrupte rechter is opnieuw even de belangrijkste van Nederland. President, pas benoemd van de rechtbank in Den Haag. Meneer Frits Bakker is ook uitgebreid, niet uitgebreid, maar is deels in de media geweest. De Dagblad de Pers heeft erover geschreven dat deze Frits Bakker dus als president van de rechtbank in Haarlem dus iets heeft gedaan dat eigenlijk nog nooit eerder is gebeurd in de geschiedenis van het Nederlandse recht, namelijk een compleet college rechters die dus in een hele belangrijke zaak een beslissing zouden nemen die de staat, de macht, onwelgevallig was. Het hele college aan de kant geschoven, gewoon gezegd, jullie zijn out of the game, weg en 3 nieuwe rechters binnengehaald, hè, die vervolgens precies deden wat Den Haag wilde, hè, 180 graden draaien, hè, tegen de hele juridische analyse in van de vorige rechters. En het is gewoon corrupt. Daar is geen twijfel over mogelijk. En er komt dus nog bij dat deze Bakker heeft gelogen over de reden waarom die rechters zijn gewisseld. Want er wordt natuurlijk ook gevraagd, hoe zit dat dan? Ja, zegt hij, dat is roulatiebeleid. Nou, dat klopt dus niet. Het is gewoon aantoonbaar een leugen. Want roulatiebeleid, dat gebeurt in principe op wil van de rechter zelf. De rechter zelf moet aangeven, ik wil gerouleerd worden. Ik wil naar een andere kamer, zoals dat heet. Ik wil bijvoorbeeld van de handelskamer, wil ik naar de civiele kamer. Dan kan dat in overweging, dat noem je rouleren. Maar het is dus heel iets anders dan gewoon top-down rechters vervangen. Klopt gewoon niet. Het zijn gewoon leugens. Aantoonbare, keiharde leugens. En dat van een president van de rechtbank is schokkend. En dan ook nog schokkend in een zaak die gewoon van eminent belang is voor Nederland. Maar het gaat om het belang van miljarden. Hè? Dat is meneer Bakker. Daar is wel een foto van volgens mij. Ook misschien even kijken. Ja, hier zien we hem. In deze artikel wordt dus eigenlijk de hele zaak uitgebreid toegelicht met alle details, precies hoe het zit, alle leugens worden genoemd, het is allemaal on record, allemaal verifieerbaar. Dit is beter onderbouwd dan welk artikel je ook zult vinden, in welk medium ook, hè? Met bronnen erbij, artikelen uit de pers gelinkt, waarin er is geen twijfel over mogelijk. En binnenkort, in november, komen deze mensen trouwens ook onder ede te staan voor de rechtbank Utrecht. Daar kom ik zo nog op terug, dus dan wordt de lijst van corrupte rechters nog langer.